Hallo allemaal, ik ben Rutger en leuk dat je kijkt naar mijn allereerste en ik denk ook wel allerlaatste do-it-yourself video. Zoals je waarschijnlijk wel weet komt het Songfestival eraan en heel Nederland zit dan vol spanning voor de buis. Eigenlijk net als bij het EK of WK voetbal en dan draagt heel Nederland een oranje shirt om het Nederlands elftal te supporten. Dus ik dacht, om Trijntje te supporten moeten we met z'n allen in haar jurk voor de buis gaan zitten. En Trijntje draagt natuurlijk de... ja, hoe zal ik het noemen? Hoe noemt ze het zelf? Even kijken. Laat ik het houden op de creatie van Tycho Boeker. En hij noemt het zelf een technisch hoogstandje. Nou, ik ga vandaag laten zien hoe je dat technische hoogstandje heel makkelijk zelf na kunt maken. Wat heb je nodig? 2 dingen, namelijk een schaar en... een vuilniszak. Je begint met het bepalen waar de bodem van de zak zit. En dat is natuurlijk waar die naad zo zit. Dat is deze kant. En vervolgens vouw je hem dubbel. En dan knip je een half rondje. Vanaf de vouw. Ja, of een rondje is het eigenlijk ook niet. Ik weet niet hoe ik dit moet noemen. Gewoon een gat voor je hoofd. Zo, en afhankelijk van hoe groot je hoofd is natuurlijk. Ik heb geen idee of dit zo goed is. Het zal wel goed zijn. Het maakt trouwens ook niet zoveel uit, want volgens mij als je de jurk van Trijntje zie je het rekte allemaal mee. Dus. Vervolgens gaten voor je armen maken, eigenlijk hetzelfde verhaal. Gewoon een half rondje. Zo. Nou, en dan is de basis van je jurk al klaar. Het bijzondere aan deze jurk is dus dat je hem afmaakt terwijl je hem aan hebt. Dus dat ga ik nu even doen. Ik denk dat dit het lastigste gedeelte van het maken van de jurk is. Het uit elkaar halen van de vuilniszak. Yes! I got it! Steek gewoon je armen erdoor. Dan hoop ik dat mijn hoofd klein genoeg is voor het gat. Ja! Zo. Dit ziet er al echt high fashion uit. Nu komt het gevaarlijke gedeelte. Wees alsjeblieft voorzichtig met de schaar en je huid. De jurk gaat echt heel laag. Het komt echt tot haar navel of zo. Dus daar begin ik gewoon in te knippen. En vervolgens ga ik met de schaar helemaal naar boven. Pas op voor je nek. Ik leef nog, toch? Ja. Kijk, dit lijkt er al behoorlijk op. Die jurk heeft natuurlijk allemaal van die inkepingen en die knip je er gewoon in. Ja. Ik denk dat dat het technische hoogstandje is waar die gast het over heeft. Trouwens, ik bedenk me ineens, als je dit nou met je kind wil maken, dat kan natuurlijk ook. Dan neem je gewoon zo'n 30 liter zak. Niet zo'n kliko zak. Hier nog een laatste detail. En volgens mij is de jurk al helemaal klaar. Echt, wat een technisch hoogstandje is dit, jongens. Ik ben er echt heilig van overtuigd dat als iedereen dit zou dragen tijdens het Songfestival, dat het ons wel geluk moet geven. Heel Nederland ligt er in de scheur, denk ik. Misschien vind je aan het Songfestival normaal gesproken geen zak aan, maar weet je... als je deze draagt, wordt het leuk. Ik zou zeggen, maak de jurk ook tijdens de halve finale. En als we in de finale komen, kan je hem natuurlijk ook weer dragen. En maak er dan even een foto van en deel hem met hashtag de jurk. Doe dat dan even op Twitter, Instagram, Facebook, maakt niet uit. Of tag me er even in, ik ben heel erg benieuwd. Dat moet wel geluk gaan geven dan, toch? Als je dit een leuke do-it-yourself vindt, doe dan even een duimpje omhoog en deel hem met al je Songfestival vrienden. Of nog beter, maak gewoon van tevoren allerlei van dit soort jurken. Dus als je dan met vrienden gaat kijken, dan kan je ze uitdelen en dan zit iedereen helemaal in stijl naar het Songfestival te kijken. Heel erg bedankt voor het kijken en heel veel kijkplezier bij het Songfestival natuurlijk. Ik zie jullie de volgende keer weer, maar tot die tijd, stay fabulous. Doei!